Ja, hoe moeten we deze mededeling van het paleis interpreteren, Ivan? Als een teken dat de oranje-blauwe onderhandelaars dus snel een regering willen maken, omdat de speeltijd nu voorbij is. Het is ernstig. In de eerste plaats, en ik lees even opnieuw voor, in het belang voor de welvaart van alle burgers van het land. Mm-hmm. Ik interpreteer dat de regering moet zich in de eerste plaats bezighouden met die sociaal-economische problemen. Eén voorbeeld, de stijgende prijs van de brandstoffen, ja, baart heel wat mensen in dit land toch wel zorgen. Verder, tweede reden die het paleis eigenlijk opgeeft, een regering die er moet komen voor de geloofwaardigheid van het land. Wat er gisteren en morgen ook dreigt te gebeuren, ja, dat komt de geloofwaardigheid van het land, in buitenlandse pers bijvoorbeeld, maar ook van de politici niet ten goede. En het stond vanochtend ook in de grootste krant van het land, het laatste nieuws. Wie gelooft deze mensen nog? En dan een derde reden, zegt het paleis, ik lees opnieuw voor, er moet snel een regering komen voor de noodzakelijke cohesie in dit land. Want men heeft de indruk, na wat er gebeurd is, dat de geesten uit elkaar aan het drijven zijn. En incidenten, zoals het bekladden van de muren van het parlement, ja, verhogen eigenlijk de intensiteit van dat gevoel wel. Ja, en waar zijn we nu? Dag 151, dacht ik. Hoe snel kan er een regering zijn, denk je? Wel, waarnemers spreken nu toch over een tiental dagen. De formateur zal zich met die sociaal-economische problemen bezighouden. En dit weekend ontvangt de koning dan de voorzitters van Kamer en Senaat. En zij zullen, en ik lees opnieuw voor, een opdracht krijgen om een dialoog op te starten over de evenwichtige verdere uitbouw van onze instellingen en de versterking van de cohesie tussen de gemeenschappen. Het doet mij denken aan initiatieven destijds in de regeringen van premier Verhofstadt, zoals de COSTA, de Conferentie voor de Staatshervorming, of nog het Forum, die eigenlijk uiteindelijk communautair heel weinig resultaat hebben bereikt. Want ook nu ga je in het regeerakkoord van die oranje-blauwe regering alleen zien wat met een gewone meerderheid kan bereikt worden. De borrelhapjes, zoals het heette in het jargon, wat bijvoorbeeld met samenwerkingsakkoorden kan gerealiseerd worden. Maar die grote staatshervorming waarvoor je een tweederde meerderheid nodig hebt, die verdwijnt van de onderhandelingstafel en belandt dus bij die voorzitters van Kamer en Senaat. Ja, dat is toch wel heel opmerkelijk. En gaan alle onderhandelaars en hun kartelpartners daarmee akkoord? Ja, dat is de grote vraag. Laten we beginnen met de Franstalige partijen. Het is duidelijk dat daar de communautaire appetijt absoluut niet groot is en vooral ook niet groter geworden is, zelfs niet na 150 dagen onderhandelen. En CDH bijvoorbeeld is erg opgetogen over het initiatief van de koning om dus voorzitters van Kamer en Senaat in te schakelen. Ja.